Ek was verskrikkelijk geskok. Die eerste ding wat ek wil doen is, ek wil net daar kom. Haar neus en boorlip was heeltemal in twee gebyt. Ja, neus is heeltemal los, so die dokter moest die neus brug, vir die neus vloer, heeltemal heg, en weer die neus vast, waar moet kom en toewerk. Aan die linkerkant van haar mond ook is haar diep skeer uit, aan die linkerkant voor haar oor is daar gat in, weet, gehap. Haar wangbeen is gekraak en hulle moes daar een plaat en penne in sit. Want kijk, jy kan het dink, allemaal het nou ballistiek gegaan en probeer boodskapies hier en goed, want sy kon het glas nie aan, het was net oorweldigend te veel. En omdat sy nie kon gespraat het aanvankelijk nie, het sy gevra mense met maar liever op Facebook van boodskapies hier, want het ons nog goed gedink om liever een groep te begin, is net makkelijker. Sy gezicht is ons maar jou hele identiteit, jy weet, ons maak ons lijwe toe met kleren, maar jou gezicht is jou hele identiteit, dit is wie jy aan die wereld voorhou, wie jy is. So, dit is uit traumatisch, en vooral vir 'n vrou.